Ja, daar zijn we begonnen. Maurice de Ruiter heeft voor de eerste maal deze middag afgetrapt. Balbezit is voor Roald de Vries. Die slingert hem richting Oliver Pilon. Maar deze bal gaat helaas voor hem en DVS over de zijlijn. Zodat Noordwijk mag gaan gooien. Komt die bal? Oeh, daar zit de keeper verkeerd. Nee, het is wel een doelpunt. Ik zou hier zeggen van ja, de bal over keeper Velanas heen. En de scheidsrechter Schaper zegt doelpunt. Roald de Vries in duel. Westdijk kan oppakken. Roald de Vries gepasseerd. Kan Atjefaj er vandoor. Kan die voorzet gekomen. En dat is nummer 31. Zo, komt DVS op een 2-0 achterstand hier. En dat gaat wel heel snel zo in de 11e minuut. Bal schiet aan alles en iedereen door. Dan kan ik zo mijn 7 gaan aanhalen. Potverdorie. Net over de goal van Todori. Velanas. Maar dat ziet er niet goed uit. Bert die zijn mannen nu ook toeschreeuwt. Van jongens, zijn we wakker? Wat lijkt tot nu toe nog niet op een schim van wat ze vorige week op de mat hebben laten zien. Maar er is nog tijd genoeg. Kijken of ze daar de veerkracht in tonen. Maar dit is een hele verkeerde bal. Wat gaat er gebeuren? Oh, 3-0. Wat een fout daar achterin van keeper Todori Velanas. 3-0 hier. Dit gaat een hele zware, moeilijke middag worden voor DVS. Want de promovendus Noordwijk deelt hier klappen uit die DVS vorige week uitdeelde. Het is ook echt heel apathisch. Het is, het loopt niet. Kijk of ze daar nu veranderingen kunnen gaan brengen. Kijk, kan er ook niet bij. Loopt ook. Het is balletje erover. Komt weer een kans aan voor Noordwijk. En daar is buitenspel geconstateerd. Gelukkig buitenspel. Want anders was de vierde erin gegaan. Pilon met de hoekschop. Maurice de Ruiter daar kort bij. Andere variant. Ingestudeerde variant. Koen Vloedgraven. Ja, nee. Mark Bouwman. Beetje wijfelend schotje. DVS speelde een hele moeilijke wedstrijd. Maurice de Ruiter, Oliver Pilon. De bal tussen hun ingetoucheerd. Het ziet er gevaarlijk uit aan de kant van Noordwijk dit. Nummer 7 laat hem lopen, nummer 11. Oh, wat een kans daar zeg voor Tjeerd Westdijk. Je houdt DVS bespaart hij voor een vierde tegentreffer. Roald de Vries. Oliver Pilon. Weer tekort. Noordwijk er weer gevaarlijk vandoor. Goed verdedigd daar door Mark Bouwman, maar de aanval loopt verder. Dat is een heel balletje. Oh, kijk eens, daar gaat de vierde erin in de extra tijd van de eerste helft. En dramatisch verlopen eerste helft. 4-0 achter. Het is Noordwijk weer. Heel makkelijk daar. Reinaars weggestuurd. De kleinste man van het veld. Oh. Ik hoorde dat in de rust dat het een topspits is, die Tjeerd Westdijk. Maar dit was zeker een hele grote kans op de 5-0. Maar hij raakt hem compleet verkeerd. Kan natuurlijk ook een keer gebeuren. Doorlopen van Maurice de Ruiter. Druk zetten. Is goed gevoetbald weer door Noordwijk. Spits weggestuurd zeg. Wat een... Goal is leeg. Wordt gemist door Atjefaj. Noordwijk wat lekker doorvoetbald. Die aanvoerder mag zo opkomen stomen. Gaat er een schot komen? Nee. Kap zijn man uit. Nog een keer. Gaat die voorzet komen? Goeie redding. Todori Velanas. Op het schot van
Achefai. Wendt, aanvoerder. Draait makkelijk hoor. De benen van... Oh, wat een domme actie van die keeper zeg. Dit is een klein beetje opzichtig in de rug geduwd. En dat levert een gele kaart op. En komt er nog een penalty achteraan ook. Het is vreselijk wat hier allemaal gebeurt. Vreselijk voor persoonlijk de keeper Todori Velanas. Die aan een aantal doelpunten schuldig was. Als ik dat zo mag zeggen. En deze, kijk of hij het zelf kan keren. Of die duw terecht was geweest. Of ja, terecht, of die, dat hij in ieder geval kan pakken. Anders wordt, die, wordt het een hele lastige middag. Hij pakt hem wel. Dat is dan wel eerherstel, laten we dat zeggen. Absoluut goed die penalty gepakt. Die er snel uit kan komen. Kunnen snel omschakelen. Zo weer gaan ze er vandoor. Achefai. Achefai. Zo, alle. Ja, goed dat Frank van den Burg daar nog op staat te letten. Want Reinaars die ging aardig slingerend door de verdediging van DVS 33. Geen buitenspel, zegt de scheidsrechter. Met z'n tweeën. Is het nu geen buitenspel, zo wordt de 5-0 gemaakt. En dat gebeurt allemaal in de 88ste minuut van de wedstrijd. 5-0. Nummer 9 die in de ploeg is gekomen, Nick van Staveren. Ze konden er weer makkelijk doorheen. En zo komt Noordwijk op een 5-0 voorsprong.